Toen de housemuziek Nederland eind jaren 80 bereikte, reageerden we eerst wat afhoudend. Maar uiteindelijk viel deze muzieksoort in vruchtbare bodem, zeker ook in Brabant. Het is er ook geen toeval dat een van de meest toonaangevende dancejournalisten uit Tilburg komt, Mark van Bergen. Mag ik toch wel zo zeggen? Als jij het zegt, ik ga het niet over mezelf zeggen. Oh ja, jij hebt het boek geschreven over dance, hè? Twee inmiddels al? Ja. Oh, heb ik 25 jaar dance en over extrema. Oh ja, extreme ouderen. Ja, precies. Je hebt nu die website gelanceerd. Mm-hmm. Our House. Ja, Our House. De URL thisisourhouse.nl. Thisisourhouse.nl, die draait nu een paar maanden en aanstaande vrijdag is er een feest. Wat gaat daar gebeuren in de FNA? Nou ja, we gaan er nog een beetje onze komst vieren. En dat doen we op een symbolische manier door een hoop Brabantse talenten bij elkaar te brengen. Gevestigde namen, maar ook nieuwe namen. In de mix met elkaar, kruisbestuivingen. Jong en oud, hè? Jong en oud, ja. Vanuit alle steden in Brabant, want we dekken de hele provincie en de gebieden daaromheen af. En daar gebeurt zo ontzettend veel in. En mocht je denken dat het dan één wereldje is, die dance, en mm-hmm. dat drijf je bij elkaar, dan wordt altijd feestje. Nee, er zijn heel veel stromingen. Nou ja, stiekem is het best nog wel een hokjesverhaal, inderdaad. Ja. Heel veel overlap gelukkig en heel veel over de schuttingen kijken. Maar zoiets als hardstyle en house, daar zit nog steeds wel een soort ijzeren gordijn tussen. Die mensen die kennen elkaar niet en die willen elkaar niet eens kennen. Nou, zoveel zou ik niet gaan, maar qua muziek en beleving daarvan, dat zijn wel andere doelgroepen, ja. Ik zei net dancejournalist, maar inmiddels ben je eigenlijk dancedocent geworden, hè? Ja, het balletje kan heel raar rollen af en toe, ja. En je schrijft een boek en voor je het weet staat Fontys Academy for Creative Industries aan de deur. En vragen ze of je ook onderwijs wil verzorgen over deze wereld. En dat ben ik inmiddels vol overgave ook aan het doen. Toch echt wel een beetje een instituut aan het worden zo langzamerhand. Ja, nou ja, goed, alle aandacht gaat vaak uit naar de DJ's en producers, maar de evenementen waar ze staan en de muziek die ze maken en de managers erachter, die moeten ook opgeleid worden. En dat doen wij op deze opleiding en daar is ook heel veel behoefte aan. Heel veel ambitie vanuit studenten om in die wereld te gaan werken. Nou, en er is een voedingsbodem in Brabant, dat zeiden we net al. Laten we even twee van de misschien wel beroemdste DJ's die we hebben even laten zien om in de stemming te komen. We zagen Fred Legrand en we zagen DJ Hardwell. Nou, dat zijn echt wel de namen waar we mee voor de dag kunnen komen, internationaal vanuit Brabant. Dat zijn wel enkele klappers, ja. Ja, hè? Ja. En hoe denk jij dat het komt dat dat soort jongens dan net weer uit deze provincie komen? Ja, goh, Breda is natuurlijk eigenlijk helemaal een apart verhaal. Ja. Ik bedoel, Hardwell, ik heb hem gisteren nog even gesproken toevallig voor een seminar voor Fontys. En hij bevestigde het verhaal nogmaals. Wat daar gebeurt is zo bijzonder. Hij is zelf onder zijn hoede genomen van Chesto. Er lag al een bepaalde infrastructuur daar. En nu is Hardwell zelf weer ruimte aan het geven aan nieuwe talenten. En dat is heel mooi hoe die scene daar elkaar inspireert en het stokje doorgeeft aan elkaar. Dan krijg je een cultuur en dan krijgt het een voedingsbodem en dan werkt het kennelijk, hè? Ja, ja. Absoluut. Ja. Maar het gaat niet alleen daarom. Er zijn ook heel veel evenementen in het zuiden. Ja, daar hebben jullie met de website hartstikke druk mee. Ja, dat klopt. Zeker om dat allemaal bij te houden. Met het festivalseizoen is het echt, dat is ongelooflijk. Elk weekend kun je wel ergens lekker losgaan op een feest. Hard, zacht, er vallen ze tussenin. Van Wish Outdoor tot duikbootfestival. Noem maar op. Extrema natuurlijk. Een van de oudste festivals in het zuiden. Wist je trouwens dat jouw buurman zich ook nog met house heeft bezig? Ja, dat heeft hij me net verteld, ja. Dus, Hoe zat dat weer? Nou, het is in Eindhoven, beursgebouw. Nu was de dag van gisteren toch een van de eerste housepaartjes. De Twilight Zone heette het toen, dat was in 1990. We hebben dat een paar jaar gedaan. En het was nog de tijd dat we net nachten begonnen over te slaan. Dus ik werd 's nachts nog gebeld door de burgemeester van Eindhoven. Ik even wilde stoppen met 7.000, 8.000 mensen in het beursgebouw. Toch verzocht je even zelf even langs wilde komen, want het was onwennigheid natuurlijk in het begin. Ja. Maar je bent er wel mee gestopt, hè? Ik ben op een gegeven moment mee gestopt, nee. Want ik zat toch in de beginperiode en zoals bij iedere nieuwe muzieksoort, een nieuwe stroming, de ouderlijke macht, die verzet zich daar toch tegen. En,
Ja, dat was ook wel lastig ooit. Ja. Want het was ook een ruige tijd, hè, Mark, die begintijd. Hè? Ja, zeker. Ja. Dat heb je bij alle nieuwe subculturen. Dat is eerst een soort tegenstand altijd. En hier kwam het drugsverhaal natuurlijk ook bij. En de geluidsoverlast. En langzaamaan ebt dat dan een beetje weg. En worden dingen meer mainstream. Maar toen hij daarmee bezig was, hoe oud was jij toen? Begin jaren 90, hè? Ja, nee, toen begon ik net met uitgaan. Dus ik ben van 1975. Misschien toen dus, geïnspireerd. Ja, wie weet. Maar jij bent meteen vanaf het begin af aan... ik viel eigenlijk met mijn neus in de boter. Ik bedoel, het was hier in het zuiden net iets later de echte grote doorbraak dan in Amsterdam, waar het verhaal echt begonnen is. Maar 1990 zo'n beetje ben ik begonnen met uitgaan. En toen kwam het hier echt op. Dus ik ben gaan draaien en feesten gaan organiseren en later erover gaan schrijven. En het heeft je nooit meer losgelaten? Nee, ja, dat zeggen ze van je passie je beroep maken. Hè. Ja. Dat heb ik mogen doen. En je gaat nog steeds ook graag uit naar dat soort feesten toe, dat gaat gewoon door. Absoluut, en de kinderen gaan zelfs mee tegenwoordig naar festivals als Solar. Dat kan daar gewoon, daar hebben ze ook een camping voor families. En proberen we daar een beetje dingen te verenigen. En hoe kwam je op het idee om daar dan ook nog eens een website aan te hangen? Nou, ik heb altijd over dance geschreven, ook voor de dagbladen hier in het zuiden. Maar dat heb ik heel graag gedaan. Dat was ook heel eervol. Maar daar ben je mee gestopt, hè? Ik ben daar weg sinds ik bij Fontes werk. Maar dat was altijd begrensd voor een bepaald publiek. En het concurreerde altijd met andere onderwerpen. Terwijl ik zag dat er nog zoveel meer gebeurde waar ik over wilde vertellen en over wilde schrijven. En daarom zijn we Our House begonnen. Omdat er ook heel veel behoefte was vanuit die artiesten en die evenementen om zichzelf te profileren. Dus dat zijn we met een club mensen gaan doen. En het landt heel goed. Maar dat soort gevestigde media, jij hebt daar een tijd lang verandering in gebracht. Maar eigenlijk schrijven zij er nog steeds weinig over, hè? Ja, maar wat ik zeg, het is lastig voor een dagblad, omdat die hebben een heel breed publiek. Hè, dus het is altijd schipperen met je onderwerpen. Schrijf toch ook over popmuziek? Ja, klopt. En ze hebben ook heel veel over dance geschreven. Daar heb ik zelf absoluut mijn best voor gedaan bij het ED met name. Maar nu kun je echt 100% in zo'n niche en een specialisme vieren. En dat is heel mooi om te doen. En ondertussen lesgeven in dance, ook dat kan. Ja, dat kan. Dat is heel leuk. Dank je wel.